Nou, in de loop van de ochtend hebben medewerkers van Enexis een flinke hoeveelheid gas in een van de woningen gemeten. Ze hebben ons daarop gevraagd om ook ter plaatse te komen. We hebben ook metingen gedaan en inderdaad in 30 tot 40 tal woningen, of in ieder geval het blok met 30 tot 40 woningen, is een flinke hoeveelheid gas gemeten. En dat was voor ons, noopt dat om toch die woningen leeg te halen. Wat zijn nu de vervolgstappen wat de brandweer gaat doen? Nou, het is op dit moment vooral Enexis die druk aan het werk is. Zij zijn de leiding aan het afsluiten, zodat er geen nieuw gas meer bij kan komen. En vervolgens is het een kwestie van de woningen ventileren, zodat ook het gas weer uit de woning gaat. En we verwachten daar nog 3 tot 4 uur mee bezig te zijn. Wat gebeurt er precies met de evacuees? Nou, die mensen zijn in eerste instantie hier buiten het lint door medewerkers van de politie opgevangen. En de gemeente Groningen is op dit moment aan het kijken naar een opvanglocatie hier in de buurt, zodat ze ook binnen even van de schrik kunnen bekomen en een kopje koffie kunnen drinken. Ik stond op, ik denk ik ga even bij Thijs de buurman verderop koffie drinken. Ik liep er langs, ik denk, ik ruik gas, maar verder ook helemaal niet bij stilgestaan. Dus ik ben bij Thijs binnen, ik zeg tegen hem van, ik ruik gas. Oh, zei hij, ik weer terug. Ik denk, ja, er waren 2 mannen bezig met een kastje plaatsen naast ons. Die zei, of ruikt u ook al gas? Ik zei, ja. En toen liep ik naar de buurvrouw naast mij, maar daar kwam het gas weg. En voor het raam, daar was het allemaal gas. En zodoende is het spul gaan rollen. Toen kwam de brandweer en toen? Nee, eerst heeft iemand met van het kastje, ik weet niet hoe die mensen heten, hebben de Enexis aangehouden. Die is gaan meten wat en die zei ja, inderdaad gas. En die heeft gelijk de brandweer gebeld. En toen moesten we er allemaal uit. Welkom meneer. Ja, wat een probleem. Ik ga het voor je hoofd.